Ik vind het leuk omdat het een accessoire is. Dus we hebben dit al lang niet meer alleen maar nodig omdat je het voor je zicht nodig moet hebben. Maar we hebben ontzettend veel schoenen, ontzettend veel tassen, kleding, oorbellen, sieraden, noem het maar op. En een bril hoort daar gewoon heel goed bij. En dat kan de ene dag een zonnebril zijn of een gewone bril. Lenzen, whatever. Maar een bril is gewoon een heel leuk accessoire. En daar moeten we veel meer mee gaan doen. Maar dat vind ik ook bijvoorbeeld met haar. Weet je, er zijn heel veel mensen die 100 jaar hetzelfde haar hebben. Maar doe eens gek, doe wat anders en varieer daarin. En dat is met je gezicht natuurlijk niet minder. Nou, meer naar de kleur dan naar de grootte. Want ik vind kleur wel bepalend voor een overdag outfit. Of een wat meer zwart met goud montuur, wat meer voor de avond. Dat vind ik wel een beetje een verschil. Maar ik ben wel echt een type, ik vind het leuk of ik vind het niet leuk. Dus of het nou hoort zo te zijn, of, dat, of het nou voeding is, wat, dit is door die en die gemaakt. Ik ben heel erg, ik vind het gewoon mooi of ik vind het niet mooi. En dat zie je ook heel goed terug in die favorite collectie, want er zit van alles door elkaar. Van Specsavers tot Karl Lagerfeld tot, bij mij is het gewoon ja, nee, heel duidelijk. Lekker zwart-wit. En dat is deze, ik noem het ook de favorite van de favorites. Ja. Dus dit is de tweede keer dat ik, dat ik bij zo'n collectiepresentatie ben en dat ik mijn eigen favorieten mag uitzoeken. Dus ik heb altijd van die favorieten, altijd eentje die er wel echt uitspringt, die ik gewoon heel graag pak, dat merk ik ook. En dat komt voornamelijk doordat het niet een heel zwaar montuur is qua kleur, dus geen bruin of zwart, wat wat zachter maakt in je gezicht. En ik ben dol op grijs en het is een beetje winterkleur ook weer, dus dit is mijn favoriet nu. Nou, ik zou niet zozeer snel met de grote vriendinnenploeg op brillenjacht gaan. Want je raakt altijd afgeleid door iedereen zijn mening. Doe vooral lekker wat je zelf wil. En je moet passen. Je moet echt proberen om te vinden. Hè. Ik had net iemand gezegd, ik heb helemaal geen brillengezicht. Ik zeg je wel hoor, die heeft iedereen. Alleen moet je het montuur vinden wat bij jouw vorm van je gezicht past. En de een heeft een lang gezicht en die heeft dan een hele andere bril nodig dan iemand met een rond gezicht. Dus die zijn er zeker wel. Er is voor iedereen een leuke bril. Maar dat moet je wel even uitproberen.